Ja, dus staat hier op de rode loper hier. Eerst staan we in Velp in de Hertogstraat. En op een kamertje waar ik geboren ben. En nu hier in het Tuschinski Theater. Nou, ik vind het allebei leuk. Ik heb een kwekerij. Ben getrouwd. Hey, u bent. Over 5 weken verwachten onze tweede. Dat is mij bekend. Vertel me over de staat waarin uw ziel verkeert. Het gaat over twee mooie mensen. Met leuke kinderen en een prachtige tuinderij met bloemen. Die ogenschijnlijk heel gelukkig zijn. En dan opeens pakken zich allemaal donkere wolken boven hen samen. In de vorm van een zwarte religie. Hans Sievers. Ben jij gelukkig, Hans? Hoe die man ineens in zijn eigen wereld komt en begint te twijfelen aan alles. En begint te twijfelen van waar gaat het leven over. Je hebt het leuk met je vrouw en met je kinderen. En ineens komt daar een andere partij, in dit geval het geloof. Jij wil een god zoals je vader was. Je vader, hij was hard. Streng gelovig. Papa heeft God gezien. Papa heeft een beetje te hard gewerkt. Je gunt het me niet. Hans, niet doen. Ik heb geen keus. Natuurlijk heb jij keus, Hans. In mij is de vreugdevolle opwelling alles te geven. Als ik deze weg ga, ik wil haar niet kwijt. Is het boek beter dan de film? Het boek is anders dan de film. Het boek is langer. Er komt veel meer aan bod. Oeh. Oh, niet te vergelijken voor mij. Ik vind dat Jan Siebelink zo prachtig schrijft. Beide zijn... mooi en beklemmend. Ik ga niet meer over de vloer. Die mannen. Je zou kunnen zeggen, aan de ene kant is de film ook een soort van trailer, een teaser voor het boek. Nee, ik denk dat het boek nog veel rijker en nog veel meer vertelt. Nou, in een boek kan je natuurlijk veel dieper in iemand duiken en kun je je eigen wereld creëren. Omdat je denk ik nog andere soort zijwegen andere details, je eigen verhaal maken. Ja, dus je moet het boek alsnog wel lezen, vind ik. Want dan krijg je het hele verhaal, dan krijg je nog meer te weten van... van dat gezin. Wat ik heel mooi vind aan Margje is dat ze uit liefde voor die man ze heel veel kan doorstaan of zo, of kan verdragen iets of een whatever altijd that maar may hopen be. Ook maar... dat de liefde weer terugkomt. Ja. Ja, en dat vind ik ook een heel mooi gegeven. Ga je dat meenemen in je echte leven? Goeie brug. De wanhoop niet, de liefde wel. Ja, de hoop en de liefde. Ja, laat dat vooral voortbestaan. Waarom wordt alles kapot? Ik ben met jou getrouwd. Jij luistert naar elke idioot, maar niet naar mij. Hebt gij waarlijk de Christus gezien?